door de inzet van Habion en Rochdale is het gelukt om 2 jaar later toch te starten met die vernieuwing. Een Jeruzalem wat vernieuwd wordt, maar tegelijk ook zijn oude karakter behoudt, dat is ons doel. Maar we doen het met kleine stapjes en we doen het samen. Wat belangrijk is dat de mensen contact en gezelligheid willen. En de betaalbaarheid komt ook weer als stip op nummer 1. En het tweede wat hier toch specifiek is voor deze wijk is de sociale veiligheid. Dit is een wijk die ontwikkeld wordt en veel verbouwd en herbouwd. En mensen voelen zich soms onveilig doordat er mensen komen te wonen die hier maar kort blijven. Dus het gevoel van veilig in de buurt is echt heel belangrijk in deze wijk. De volgende stap met deze wensen die we nu geïnventariseerd hebben is dat we de komende 7 weken gaan we elke ochtend hier zitten met een aantal. En hopen we natuurlijk dat er veel buurtbewoners komen. En dan gaan we deze wensen inventariseren en kijken wat past bij elkaar. Ja, ik ben heel erg blij met alle initiatieven. Je merkt ook dat de mensen behoefte hebben. Al is het maar een facilitaire ondersteuning door een buurtkamer met een keuken en een tafel. En waar ruimte is om nieuwe initiatieven voor Amsterdam-Oost te gaan ontplooien. Wat ik heel interessant vind van de ideeën die ik vanmiddag ook hoorde, is dat we echt op de goede weg zijn, denk ik, omdat we mensen steeds vaker ook vragen, niet alleen wat heb je nodig aan zorg, maar ook wat kun je nog? Want het blijkt dat mensen ook die zelf zorg nodig hebben, vaak sommige dingen nog wel kunnen of graag met andere mensen ook dingen samen zouden willen doen. En vroeger bedachten we dat als overheid, als gemeente of als instellingen bedachten we dan wat leuk was voor mensen. En dan moesten ze bij wijze van spreken verplicht naar de koffieochtend. En nu vragen we, maar wat wilt u zelf en kunt u ook nog iets zelf? De dames die hier zitten, die willen graag thuis blijven wonen. Een busje wat mensen naar winkels brengt of die boodschappen aflevert. Ze willen graag een bibliotheek in de buurt. Een dokterspost. Niet in deze buurt, maar in de buurt hiernaast. Een mevrouw zei ook heel praktisch van, ik heb een elektrische fiets, maar ik krijg de fietsenkelder niet meer uit. Dus als iemand me daarbij zou kunnen helpen, dan zou dat heel fijn zijn. De politie zou eens wat meer moeten patrouilleren voor de veiligheid, want er gebeurt nog wel eens wat. Ik ben, volgens hun ben ik nog jong, dus ik loop nou zo naar de supermarkt. Maar ja, je bent straks weer een paar jaar verder. En dan kan ik wel moeilijk gaan lopen, je weet het niet. Iemand zei, we moeten eigenlijk ook weer bevorderen dat het gewoon wordt dat je bij de buren aanbelt om even te vragen of je iets kan doen. En wij hebben als stadsdeel, als gemeente Amsterdam, proberen wij in elke wijk te zorgen dat er goede zorgvoorzieningen zijn. Zodat mensen, niet alleen die er direct boven wonen, maar ook daaromheen, daar goed gebruik van kunnen maken en langer zelfstandig kunnen blijven wonen.